enige wat we nu nog moeten doen is het maximale buigend moment bepalen. Dat heet Nmax. En als we gaan kijken naar, naar de M-lijn, dan kunnen we dat punt bij benadering vastleggen. We zien namelijk hier dat, dat het moment bij de inklemming 4 is. Dan neemt hij nog iets toe. Dus hij wordt groter dan 4, want het is namelijk een kromme. Dan gaat hij komt hij weer terug, dan gaat hij naar 0, dan gaat hij naar min 4 en dan gaat hij uiteindelijk weer met een rechte lijn, zo een lineaire functie, weer naar 0. We zijn geïnteresseerd in dit punt. Welke waarde is dat? Dat moeten we vaststellen. De stippellijn geeft aan, en dat is een heel belangrijke vaststelling, dat het moment Nmax valt gelijk, exact gelijk met het punt van daar waar de D-lijn, de dwarskrachtlijn, door 0 gaat. Dus als de dwarskracht 0 is, dan is het maximaal buigend moment is maximaal. En voorts geldt dat de Nmax, de omvang, de grootte daarvan, is gelijk, dat kunnen we ook aflezen van de D-lijn, aan het oppervlakte van het stuk links van, van daar waar de lijn door 0 gaat, of rechts ervan. Dus links is dit kleine driehoekje en rechts is deze driehoek en dit rechthoek, deze rechthoek, waarbij moet worden aangetekend dat dit een andere waarde heeft dan dit. Dus dit is positief, dit is negatief, dus die moet je van elkaar aftrekken. Dus de netto waarde van het oppervlakte is gelijk aan het netto waarde van dit stukje oppervlakte. Nou, laten we dat eens gaan vaststellen. We zien dat dit 2 is, dus die schrijf ik op. Ik schrijf eerst op links, want ik wil namelijk dus op jullie laten zien dat het op beide methodes werkt. Dus links en rechts. 2 maal, wat is deze afstand? Nou, volgens de schaaltekening zou dat 1 moeten zijn. Maar ik weet het niet zeker. Ik ga dat even goed beschouwen. Ik ga het niet grafisch bekijken. Ik wil het echt vanuit de rekenkundige waarde wil ik dat vaststellen. En wat we zien is dat het verloop van deze functie, dat is die beschrijft deze Q-last, die is 2 kN per meter. Dat betekent dat als die een verloop heeft van 2 kN, dan heeft hij een meter afgelegd. Dat is wat hier staat. En want er staat dus over 4 meter is het 8 kN, omdat 4 maal 2 is 8. En dat geldt dus voor 2 is het 1 meter. Dat betekent dat dit inderdaad 1 meter is. Maar ik moet het nog wel door 2 delen. Waarom? Omdat ik geïnteresseerd ben alleen in dit driehoekje, niet in deze vierkant. De rechthoek van 1 bij 2. Het antwoord is 2 maal 1 gedeeld door 2 is 1. Dit is niet Nmax, want 1 zou ongeveer hier zitten. Maar er moet ook nog een waarde bij van 4. Want dit is namelijk het buigend moment wat zich afspeelt hier in deze aan de linkerzijde. Dus er komt 4 bij. En dan wordt dat 5 kN per meter. Nou, laten we eens kijken of dat ook geldt als we dat vanaf rechts doen. Overigens, die 5 kN, dat komt redelijk overeen. Dat gele puntje hier, als ik dat opzet op deze as, dan ligt dat onder de 4. Dus dat is een hogere waarde, dus dat zal ongeveer 5 zijn. Dat zou best kunnen kloppen. Dit is 8, er zit er tussenin, dat klopt redelijk. Nu gaan we het vanaf rechts bekijken. Dus we moeten nu het oppervlakte hebben van dit stuk en het oppervlakte hebben van deze rechthoek. Het oppervlakte van deze rechthoek is 2 bij 2. 2 bij 2 is 2 bij 2 is 4. Kilonewton een meter. En er komt ook nog bij oppervlakte, of eigenlijk moeten we het vanaf trekken, het oppervlakte van dit driehoek. En dat is 6. Dat is namelijk van 6 naar 0, dus dit stuk, plus dit. En dit is, dat moet 3 zijn. Dit was 4, dit was 1, dus moet dit 3 zijn. Dat kunnen we ook zien, want 6 kilonewton per meter. Ik heb 2 kN per meter en ik heb 6 meter, dan moet dit 3 zijn. 6, 3. Ook weer delen door 2. Waarom dan delen? Omdat ik die driehoek wil hebben, niet deze rechthoek. En dat is 9. En het verschil netto is 5
kilonewton meter. En dat is precies gelijk aan het stuk links.